Ja, we staan hier bij het plaatsen van een viertal tiny houses. Dat is een initiatief geweest van een stichting. Die heeft aan ons gevraagd of wij bereid waren om mee te werken aan het realiseren van deze tiny houses. Wij vonden dat een ontzettend leuk en een goed initiatief, omdat het op een andere manier en ook op een innovatieve manier ruimte biedt aan nieuwe vormen van huisvesting. We zijn daarmee het proces ingegaan en ik vind het resultaat mag er zijn. We hebben nu 4 aparte woningen die duurzaam zijn in alle opzichten. Niet op het gas aangesloten, niet op de riolering. Ook aan starters of aan jongeren een goede gelegenheid geeft om zich te huisvesten. Nou, u ziet het wel, het gaat hier op dit moment over wonen. We hebben in de gemeente Heemskerk dringend behoefte aan zoveel mogelijk woningen. Met name voor starters, voor ouderen. En dit is een project, samen met Gaatse de Vries opgepakt. Een project met tiny houses. Er komen hier langs de Rijksstraatweg op dit moment 4 tiny houses. En u ziet achter mij dat er eentje van de vrachtwagen wordt afgehaald en geplaatst. Dat zijn kleine woningen, de naam zegt het al. Voor mensen en met name jongeren maken daar gebruik van. Die zo duurzaam mogelijk willen wonen, willen leven. En het grote voordeel van dit type woning is dat het vrij snel, als we tenminste stukjes grond beschikbaar hebben, vrij snel geleverd kan worden. Ze worden elders gemaakt, op een vrachtwagen gezet en zo nieuw hier op het terrein geplaatst. Geen gasaansluiting, geen wateraansluiting, geen elektraaansluiting. Deze mensen proberen zonder aansluiting op de nutsvoorzieningen zoveel mogelijk zelfstandig te leven wat energie betreft. Een heel mooi project. De duurzaamheid is een belangrijk aspect. Wat ik al zei, mensen zijn niet aangesloten op het gas. Dat betekent dat er gewerkt wordt met zonnepanelen. Die zijn allemaal geplaatst. Daarnaast is het ook zo dat er geen rioolaansluiting is. Dat betekent dat de rioolafvoer in de grond plaatsvindt. Ja, het is zo dat vanuit de toiletten stroomt het in de grond. En dat wordt daardoor de aanwezige planten en struiken wordt dat gezuiverd. Dus het gaat ook niet vervuild de grond in. En het wordt daarmee ook verder schoongemaakt en gereinigd.